Ja, hoe heeft u afgelopen zondag beleefd? Ja, ik vond het eigenlijk wel heel spannend tot het einde aan toe. Want ja, waarom? Op een gegeven moment ken je wel heel veel mensen. En mensen kennen mij. Maar je weet nooit hoe het kwartje valt. Omdat deze keer niet het parool was, maar de echo. En een hoop plekken komen de echo, wordt dan niet bezorgd. Of mensen lezen het niet. En dan, ja, dan, ik had me voorgenomen omdat ik één keer per kwartaal al die bussen lees. Dat, en liep een beetje achter. Dat ik gewoon mijn ding bleef doen. Dus onderweg, de afgelopen maand zeg maar, want je kon vanaf 8 december was het bekend. En waarom heeft u gewonnen, lezen, denkt u? En sorteren en dan onderweg. Dan vroeg ik wel eens aan mensen, heb je de echo gehad? Niet. En dan vertelde je dat wel van zo. Van nou, kijk dan of kijk op amsterdammervanhetjaar.nl. En dan kun je 10 gezichten zien en dan kun je stemmen. Nou, dus nu de laatste dagen, of zeker de laatste dag, dan zie je zeker vanaf 5:30 nog even de filmpjes van 10 mensen. En voor mij sprongen er maar 2 uit. Dat is Raffia, die in Nieuw-West in Slotervaart mee de Marokkanen opvangt. En die doet ze al jaren. En ik zat naast een meisje uit Noord, een vrouw uit Noord, maar ja, ik ben bijna 75 en zij is denk ik in de 30, dus ik mag meisje. En die doet Flora-kokjes en in het Flora-park, Flora-dorp, kom ik ook 4-5 keer per jaar, omdat in Noord ook zo'n stuk of 8 bussen staan. Dus eigenlijk had ik die 2 voor mezelf wel. Ja, 1 van die 2 had ik ook gestemd, dit is eerlijk gezegd de eerste. En eigenlijk zat ik daar nog over na te denken, want zij kwam als laatste en toen kwam de burgemeester en toen hoorde ik mijn naam ineens. Ja, toen bleek u het te zijn, zoals u toen zei. Bleek het zelf te zijn, ja. Het kwartje viel bij u en ja, waarom denkt u toch dat u gewonnen heeft? Nou, eerlijk gezegd, dat heb ik eigenlijk vandaag heel goed gemerkt. Dan liep ik op de markt van Rijgersbos, dus ook niet om ze op te zoeken, maar gewoon. En dan zei zoveel mensen van, ik heb op gestemd, gefeliciteerd, wat fijn. En dan zei ik van, goh, wat fijn dat jullie me gestemd hebben. En voor hen ben ik niet alleen de munteman, of niet eens zo de munteman. Voor hen ben ik dus de oprichter van kinderboerderij Brinkie, 33 jaar geleden. En dan, ja, al die jaren, daar tot een jaar of 6 geleden, ben ik met de uitvoering van de kinderboerderij zelf gestopt. Maar 1 keer in de maand, minstens elke zondag, de grote rommelmarkt organiseren, Brinkies verjaardag met Circus Sansara. Dus hier zit echt wel de kerngroep in Gaasperdam. Maar ja, als ik dan in Noord ook alweer kom, dan kennen ze je wel weer van de muntenactie. En de belangrijkste plek in de wereld voor mij is natuurlijk de Noordermarkt. Waar ik nu van de 15 jaar dat ik het doe, de eerste 2,5 jaar was het alleen maar voor de kinderboerderij in Amsterdam Zuidoost. En daarna kwam die tsunami, toen ben ik het ook gaan doen voor projecten voor kinderen die de dupe zijn geworden van die tsunami. En sindsdien sta ik, nou, bijna elke maandag, zeker 45 maandag in het jaar, op de Noordermarkt. Dan gaat de hele wereld allemaal voorbij. En die muntjes komen ook uit de hele wereld. En nou, sindsdien gaan ook de muntjes, maar dan in euro's, terug naar India, naar Sri Lanka, naar Haiti, als er een grote ramp is. Ja, precies. En in plaats van 3 kinderboerderijen, 16 kinderboerderijen eerst, maar het landje op het Rembrandtpark is er ook bijgekomen. 17 kinderboerderijen in Amsterdam krijgen sowieso 200 euro per jaar. Plus 100% van wat ze zelf inzamelen. Ja, want dat zijn dus veel verschillende projecten. U noemt het al, de kinderboerderij, maar ook in het buitenland. Hoe selecteert u nu bijvoorbeeld in het buitenland wat voor projecten u steunt? Nee, ik selecteer niet. Ik kom gewoon mensen tegen. En mensen die ik al jaren tegenkom. Bijvoorbeeld het laatste voorbeeld is dat project in Ghana, Leo Kloosterman. Is getrouwd met een Ghanese meneer. Zijn een jaar of 14, ook net zo'n jaar of 14 geleden begonnen met een schooltje in Accra in de achterbuurt. Nou, en die kende Lea, als zij dan zelf ook met buitenlandse muntjes kwam, ter waarde van 45 euro. Dan boekte ik, zeg maar, 4 jaar geleden al 45 euro. Misschien 5 jaar geleden alweer. En toen wist ik al, als dat project in India, wat ik dus nu 11 jaar geleden startte, als dat, zeg maar, wat aflopend is, wat minder krijgen, die hebben inmiddels zo'n 80.000 euro, dan weet ik al welk project ik verder ga doen. Nou, en dat is nu na 3 jaar met die 33.000 euro. Precies. En toen kwamen de vluchtelingen, een ramp in september 2005, 15 jaar. En ik doe normaal altijd voor Giro 555 grote rampen,
Want ik heb dat VVV mee, zeg ik altijd ondeugend. Want ik ben thuis de vijfde. 5 broers, 5 zussen. Klinkt afgezaagd, maar wie het vatten kan, vatten het. En, dus de en grootste hoe, ramp thuis doet nu voor grootste ramp in Amsterdam. U noemde net al inderdaad, u staat op de Noordermarkt al vele jaren. U haalt uw bussen op. Hoe kan nou als mensen die luisteren zelf munten hebben liggen, hoe kunnen ze u het beste bereiken dat de munten op de goede plek komen? Ja, ze hebben via muntenactie.nl, via Facebook. En Facebook, maar zeg maar, de website is muntenactie.nl. En daar staat dat, zeg maar, groot, alles verdeeld wordt in drieën. En dan op de aparte pagina locaties staan per stadsdeel ongeveer 8 tot 10 bussen en in de omliggende gemeente. En zeg maar waar nu de topprioriteit ligt voor de bus bijvoorbeeld dan, dat staat er dan nog niet op de website, maar langs deze weg. Dus zeg maar, ik heb €1500 afgelopen zondag gekregen. Toen heb ik gelijk gezegd, dat is voor de vluchtelingen die nu in Lesbos. Daar is nog veel kouder dan hier en dan hebben ze het heel slecht. En de bus die nu, zeg maar, eerst in de stad Schouwburg staat, die staat nu met dat bordje ook bij boekhandel Scheltema. Dan kom je ook daar nog eens binnen. Op de eerste etage. Oké, dus mensen in heel de stad staan die bussen. Dus mensen hebben geen excuus om hun munten niet bij u langs te brengen. Ja, en het is ook munten en biljetten. En zowel oude munten, oude guldenmunten, maar ook oude guldenbiljetten. Die zijn nog steeds 100% waard. Maar alles, zeg maar. Ook oude centen, stuivers, dubbeltjes, kaartcenten, zeg ik dan wel eens. Oh, heb ik die ook? Ik zeg ja, want die brengen weer €3 per kilo op. En zo zie je dat vorig jaar was weer een recordbedrag van €38.000. Ja. Nog net bij te houden. Precies. Ja, want u zegt het nog net bij te houden. Hoe lang blijft u dit nog doen, denkt u? Nou, ik heb in ieder geval voor mezelf voorgenomen, samen met mijn maatje Bert, die al die bussen opschildert, van als we het halen, dan gaan we nog tot de datum 30 december 2031. En waarom die datum? Dat is de allerlaatste dag dat je nog Nederlandse guldenbiljetten 100% kan, wat ik dan noem, vereurotiseren. Dus dat kan nog tot die datum. Nou, dat komt dan mooi uit, want dan is mijn maatje Bert van de bussen en de borden van de bakfiets schilderen. Die wordt dan 100, of die is al 100, en ik word 90. Nou, mijn vader was 94 en mijn moeder 92, dus ik wil... Het zou zomaar 96. Kunnen. Het zou wel zomaar kunnen, precies. Maar dan heb je wel een streefdatum. Mijn pad, word je ongemakkelijk of weet ik van wat. Maar goed, dan ga je het vanuit je luie stoel doen. Maar ik merk nu dat ik alleen maar jonger word, dus wie weet... Ik weet het niet meer. Misschien nog een... Nee, niet langer. Maar het is wel een streef. Nou, precies. Dat is goed om in het achterhoofd te houden. En nou ja, natuurlijk deze aandacht, deze verkiezing heeft natuurlijk ook weer veel meer bekendheid gebracht. Dus u heeft nog genoeg te doen, denk ik. Zeker weten. Super. En zolang ik het allemaal nog zo kan, matsen en regelen. Want die bussen legen 1 keer per kwartaal, wat ik net zei, kom ik in alle stadsdelen. In Noord, in Nieuw-West, in de omliggende gemeente, Abcoude, Oude Kerk, Amstelveen, Diemen, Wees, en noem maar op. En dat is dan, dat is ook structuur. Hè? Het is ook dat ik maandagochtend op de Noordermarkt sta, dat is structuur. Dan weet je gewoon 's ochtends niet denken van ga ik wel, ga ik niet. Gewoon 7:15 opstaan. Naar de Noordermarkt. De bakfietsje staat in de stalling van het Amstelstation. En van daaruit ga ik door de stad. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie nooit zoveel vrolijke gezichten in Amsterdam als op maandagmorgen tussen 10 en 11, als ik met mijn bakfietsje de lijn 3 route doe. Nou, dat is goed om te horen. Nou, nogmaals gefeliciteerd met uw titel Amsterdammer van het jaar. En bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Ja, doei.